Ja, vrienden, het wokegebeuren is weer volop actief. Ja, en in dit geval in de vorm van RTL 4. Jullie hebben het natuurlijk allemaal ook meegekregen, ja, over het liedje van Dromen zijn bedrog. Ja, van Marco Borsato. En daar tuimelt de hele boel dus nu overheen. En dat is me een enorme giller. Dat überhaupt dat gewoon RTL 4 heeft gezegd, ja, dat mag dus niet. Hè? Er is dus een programmaatje, hè, wat ze gaan doen. En dan moeten Belgen moeten Nederlandse liedjes zingen en omgekeerd. En daar is dus ene Bart Peters, nou, die kennen we wel uit België, die zanger. En die zou dan een Nederlands liedje gaan zingen van Marco Borsato. Nou, dromen zijn bedrog. En dus wat zegt RTL 4? Die zegt dan, ja, zonder blik of blozen, hè, die hebben jarenlang met de Voice zakken gevuld met die Borsato, niet te geloven. Die zeggen gewoon van, oh, maar dat mag niet. Nee. Nee, want de rechtszaak die loopt nog tegen hem. Nee, niks Borsato, daar willen wij niks mee te maken hebben. Nou, is dat even schandalig, zeg. Ik bedoel, de Borsato, weet ik veel of die schuldig is, ik heb geen idee. En dat moet allemaal nog blijken. Ja, dat gaan we nog zien. Nou, en in die tussentijd besluit dus, zeg maar, het grote brein daar bij RTL, dat Borsato niet meer kan. Nee. En we hebben het hier, vrienden, over een liedje dat is ooit begonnen in 1982. Is gezongen op het festival van San Remo, werd een hit. Dat is gezongen door Riccardo Fori. En dat liedje, dat heet Story di tutti il giorni. Ja, en het is een enorme hit in Italië. 1982 hebben we het over, hè, vrienden. Toen was de wereld nog zwart-wit. Toen reden nog niet eens auto's. Zo lang geleden. En 12 jaar daarna, moet je nagaan, toen werd dat dus opgepikt in Nederland door Marco Borsato. En die liet daar een tekst op maken door de voetbalverslaggever Leo Driessen. Ja, full people. Leo Driessen, die maakte daar een tekst op. Dromen zijn bedrog. Nou, en dat werd dus een hit in Nederland. Dus we hebben het hier over een cover van een Italiaanse hit. Daar hebben we het over. En die is dan gezongen door Marco Borsato. En nou zegt die Bart Peters dus, ik wil dat liedje ook gaan zingen. Dus die doet dus eigenlijk, die zingt een cover na van een Italiaanse hit. Ja, geschreven door Leo Driessen. En dat mag dus dan niet van RTL 4. Hoe verschrikkelijk woke is dit niet? Hoe verschrikkelijk is dit niet? Kijk, ons is deugen. Want, oh, we willen niks te maken hebben met Marco Borsato. Maar luister, vrienden, het is gewoon een liedje uit Italië, ja. En dat is weer een Nederlandse tekst opgeschreven door Leo Driessen. Dus Leo Driessen wordt eigenlijk ook gecanceld, hup, ook weg. En het Italiaanse gebeuren wordt ook gecanceld. By the way, en dat is dan gezongen uiteindelijk door Marco Borsato. Nou, vrienden, dit is werkelijk, ik kan het amper volgen gewoon, de gekte die hier aan de hand is. En dat hebben we allemaal weer te danken aan dat hinderlijke woke.